Dames en heren, goeiedag. Welkom weer bij DreamD Gaming. Hartstikke mooi dat jullie langskomen. Helemaal geweldig. We gaan weer een stukje Euro Truck Simulator 2 doen. Aflevering nummer 3 alweer. En ook rit nummer 3 natuurlijk. We gaan dit keer met de DAF op pad. De DAF XF 105. Deze heeft 578.135 kilometer al gereden. Dus poepoe. Een oud beestje waarschijnlijk al. Maar goed, deze krijgen we mee. Hebben we weinig keus verder. Dus we gaan het hier vast mee redden. Wat heb ik aan boord? Een trailer van dit bedrijf. Tradox of iets. Kunstmest aan boord, 20 ton, vrachtgewicht, machtig mooi. 8 uur en 23 minuten in game. Zegt hij, geloof ik niks van. Even kijken, 214 kilometer. We gaan even kijken. Rusttijd is over 10 uur en 55 minuten. Route 3,5 uur over in game. Half 9 moeten we daar zijn waarschijnlijk dan, want het is nu 5 uur. Wordt waarschijnlijk een beetje in het donker rijden dan. Heeft niks, we hebben lampjes. No problemo, goed. Wij gaan starten. Oeh, klinkt ook nog wel netjes. Op zich, het starten dan. Hè? Goed, in de versnelling. Handremmetje eraf. Koppeling komen. En rollen met het spul. Zo, welke kant moet ik op? Oh, we gaan weer achteruit, dat is niet de bedoeling. Daar maar langs gaan. Ik denk dat we dan de goede kant wel op gaan. Zo. Herberekenen. Hoezo? Zo, dames en heren. De kant weer op. We gaan dus naar vanuit Hamburg naar Osnabrück. Mooi ritje, 240 kilometer dus. Levert ons dan 3.446 euro op deze keer. Dit is ook altijd lekker. Zo dadelijk rechts afslaan. Dan gaan wij hier het bedrijventerrein verlaten. Sla rechts en af. Ja, ondertussen dat wij dat gaan doen. Willen jullie alvast even die duimpjes omhoog doen misschien? En als je nog niet geabonneerd bent, even abonneren door op de rode knop te klikken. Heel gratis, één klik, bijna moeite. En zeer gewaardeerd, hè. Wat kan moest ik nou op door mijn gekletsbekken te vergeten? Rechtsaf. Chauffeur. Lampjes ook maar zeer aan doen dan. Dat is zo prettig natuurlijk. Oeh, zie ik daar nog een regendruppel? Sla links af. Is helemaal goed. Is zo, heerlijk man. Geweldige uitdaging. Blijf rechts volgen, daarna rechts afslaan. Neem de rechterafrit.
trekken naar de 80 km per uur. Dan zetten we de cruise control er weer op. En dan rijden we het geld weer mooi tegemoet wat dat betreft. Ook alles weer onder de naam Dream Trucking, de VTC die we hebben. Linkjes staan al in de beschrijving voor Trucksboek en de Truckie app kun je kiezen. Mocht je interesse hebben. Iedereen is welkom. En een beetje serieus kunt rijden. Niet te veel jobs annuleert of nou ja, schades rijdt en zo. En verder gewoon gezelligheid. Dat is het allerbelangrijkste bij Dream Trucking. Dan ben je er in een kleedje, zo'n afdek, hoe ze over die bootjes kunnen doen. Waarom een natje nou binnenin? Zonde, vathoekjes vonden zijn bootjes toch? Ja, zijn bootjes. Dan wordt het water ook wel nat, maar dan aan de onderkant. Dat is natuurlijk weer heel anders. Jo, maar we hebben inmiddels de cruise control aanstaan. Ja hoor. 79, we rijden 72, 71, heeft een beetje moeite mee, we schakelen even terug naar de 11. En dan zien als hij het dan beter kan doen. Hij blijft zakken, zakken, zakken. Nee, hij stijgt in de kilometers, hartstikke mooi. En in hoogte ook, want we gaan de lucht in. Helemaal te gek. Ja hoor, doe maar, ouwe daf, je kent het. Je kunt het, je kan het. Zet hem op. Te gek hoor. Op tijd, in de 12, weer op de cruise control. De cruise control staat op 81 op dashboard. En mijn truckie staat hier op 80. Nou ja, prima. Dan maakt die 1 kilometer verschil gelukkig niet zoveel uit, dus dat is alweer een voordeel. Dan heb ik retarder. Nee, niet een automatische lijkt het. Nou ja, geeft niet. Komt zo ook wel weer goed. En dan moeten wij inmiddels nog even 147 kilometer afleggen. En dan kunnen wij het kunstmest afleveren en dan die 3446 euro in ontvangst gaan nemen. En als het goed is, zitten we dan ook al op 10.000 euro'tjes. En dat in de derde rit, de derde aflevering. Ik moet zeggen, dat doen wij goed. Wat dat betreft. Broek. Mooi ritje wel. Oeh, wat was dat dan? Dikke bliksem. Bombers. Ja, dat ging ten al, maar... Alleen de flits. Of, ik krijg binnenkort een print thuis. Dat kan ook nog, natuurlijk. Dan hoop ik dat het gewoon een flits was, trouwens, als ik eerlijk ben. Ja. Gewoon van de onweersbuitje, zeg maar. Lijkt me dan prettiger. Zo toch? Dit is niet echt de dikste troep wat ze ons meegeven, gelukkig. Dat zie je wel eens anders. Maar deze heeft gewoon al 578.000 kilometer gereden, ruim. Hé, je mag hier maar 80, vriend. Waarom heb jij zo'n snelheid? Ben jij helemaal bezodemieterd? En gewoon 80 hoor. Hey.
levensgevaarlijk. En dan mekker als er wat gebeurt, zeker. Ja, dan ga je zomaar op erin. Dan weet ik niet meer waar ik het over had. Eigenlijk. Dat geeft niet. Was het ook vast niet belangrijk. Mooi over die kilometers. Ruim die 578.000 kilometer gereden. En dan was ik laatst al trots dat ik een keer op een Scania 40.000 had aangetikt. Ja, voor een vrachtwagen is het sowieso niks, maar... Maar qua gameplay is het wel netjes. Dan is het toch eigenlijk wel aan die kilometers te zien dat je eigenlijk wel een klein beetje stiekem toch ergens wel een klein beetje verslaafd bent aan het spelletje. Maar dat is pas bij 50.000. Bij 40.000 ben je daar nog net niet. Dan speel je het spel graag, maar dan ben je dan niet verslaafd. Leuk excuus, leuk bedacht. Trap pas niemand in. De balen vliegen in de lucht. Gevaarlijk hier. Dat vind ik wel even eng. Wegwezen. Ghost. Allemaal dikke ghosten. Daar zo. Maar goed dat ik daar een bedje heb, dan ga ik daar straks even mijn pamper verscholen. Wat stond er aan de bord? Fishback? Brutaliteit, ja. Ik kan er toch ook niks aan doen. Moet ik kijken of er op dat bord dan ook staat, dan sloop ik hem eraf. Hier gewoon een vrachtje. Ja hoor, fishback. Weg daar en wereld. Zo, dat kom je vast op je op dat woord. En vraag me niet om het nog eens een keer te doen, want dat lukt niet. Binnen heb ik de kramp bij je in de gaak. De tong dubbel. Nog 30 kilometer, dames en heren. Wordt een beetje schemerig. Daarna rechts afslaan. Maar goed. Neem de rechterafrit. Heb ik gedaan. Dus dadelijk links afslaan. Nou, maar goed. Gaan we doen. Sla links af. Nou, die wacht wel, hoop ik. En anders is de bom. Hartstikke idee, dat is weer gelukt. We zijn er ook weer bijna, dan hebben we goed gefixt, dames en heren. We zijn toppers. We vliegen er doorheen, jongens. We zijn goed bezig voor onze toekomst. Dadelijk rechts afslaan. Hier? Iets verder neem ik aan. Ik dat pad ook wel kunnen nemen, maar waarschijnlijk rij je dan op een blokkade. Alhoewel, hij loopt wel naar die silo's toe. Ga ik zo eens even kijken. Nou, dat kan niet, want het is niet mijn eigen truc. Oepsie. Dan moet ik er even voordat ik hem af was afleveren doen. Zo dadelijk rechts afslaan. Sla rechtsaf. Kijk eens hoe zo'n beeld met baal hier ligt dan. Geweldig. En wat joepels ook. Zo. U heeft uw bestemming bereikt. Ben ik wel nieuwsgierig als daar nou dat pad ook op. Als ik daar dan ook uit had gekomen. Nee. Nee, dat dan weer niet. Het is maar goed dat ik het padje niet heb gepakt. Hallo paarden. Morgen.
parkeren. En dan zit de rit er alweer op, dames en heren. Rit nummer 3. Ja, geweldig mooi. Ditmaal weer zonder boetes of wat dan ook. Verdere omkosten, dus dikke prima. Met de DAF XF105 hebben we ook netjes gedaan. Vanuit Hamburg naar Osnabrück hebben wij even weer 20 ton aan kunstmest overgebracht. Ik zeg dikke prima. Goed. Ik begin alvast met mijn eindpraatje, zodat we het luid blijven houden. Dus toppers, dankjewel voor het kijken uiteraard naar deze aflevering weer. Ik hoop dat die weer in de smaak mag vallen. Ik heb er wel weer van genoten. Hartstikke mooi werk zo. En dan knal even die duimpjes omhoog als jullie zouden willen. En wederom nog even de check en geabonneerd bent je abonnee. Dus zo niet, kun je dat heel gratis doen. Door op de rode knop te klikken dan. Eén klik, heel gratis. En gelijk support. Dus hoe mooi is dat. Dan gaan wij op naar aflevering 4 binnenkort. Hoop ik dat ik jullie daar weer zie. Dus even zien wat we dan mogen gaan doen. Wie ons wil huren. En waar we dan weg moeten brengen. En welke truc we meekrijgen. En van waar naar waar we moeten. Ook wel weer een dingetje. Is altijd een leuke verrassing. Ik kijk ernaar uit. Het is voor mij ook weer spannend. Dus we gaan het meemaken. Beste mensen. Blijf gezond. Doe rustig aan. We gaan hem hier afkoppelen. Gaan we zien wat we krijgen. En dan is het einde verhaal van deze video, zeg maar. Alweer helaas. Gaat altijd veel te snel. Maar gaat machtig mooi, dat is weer belangrijk. Goed, daar gaat hij. 1, 2, 3. Klabatsi. Poten laten zakken. Kijk eens, geweldig. €3.446 gaan we leveltje up. Net niet, de volgende wel waarschijnlijk, maar ga de goede kant op. Hartstikke idee, mensen. Blijf gezond, dank u. En tot de volgende ronde. En laat even in de reacties weten wat jullie ervan vinden. Zo, 1, 2, 5. Hè? Ik ook altijd even leuk. Ben ik het schieuwnierig. Mensen, ik doe hem hieruit. Bye bye. Wai swai. Doei. Dank u.